Hi, welkom bij deze aflevering van Quick and Easy Tips for Your Business English. Ontzettend goed dat je op deze manier bezig bent met het verbeteren van je Engels. Je hoort dit keer alles over directe en indirecte vragen. Wat nu precies het verschil is? Je kunt indirecte vragen wel goed gebruiken in een zakelijke context en directe vragen niet. Wij kunnen als directe Nederlanders namelijk wel een lesje gebruiken in hoe we botte en directe vragen kunnen omzetten in beleefde vragen. Mijn naam is Anneke Drijver van Improve Your Business English en auteur van het boek Master Your Business English, Communicate with Power in 7 Simple Steps. Ik help ondernemers en doelgerichte professionals van hun middelbare school Engels af, zodat ze ook internationaal met impact en vol zelfvertrouwen in het Engels kunnen communiceren. Allereerst, wat is nu precies het verschil tussen directe en indirecte vragen? Ik begin bij de uitleg van directe vragen. Deze vragen zijn eigenlijk de meest standaard vragen en vormen de basis van indirecte vragen. Directe vragen zijn vragen die je stelt aan mensen die je goed kent, zoals vrienden of familie. Je denkt er niet lang over na en vraagt gewoon wat je wil weten. Er zijn allerlei verschillende vormen directe vragen, maar een simpele basisvraag klinkt bijvoorbeeld zo. Where is the coffee machine? Zoals je merkt is dit een duidelijke vraag. De vraag wordt gevormd door een vraagwoord, where, een werkwoord, is en het onderwerp the coffee machine. Zo simpel als wat. En die raakt duidelijk wat ermee bedoeld wordt. Dan zijn er indirecte vragen. Indirecte vragen zijn minder to the point. Je vraagt in principe hetzelfde, maar dan in een formele en beleefde verpakking. Indirecte vragen worden vaker gebruikt in professionele of zakelijke situaties. Maar ook als je een vraag stelt aan iemand die je niet kent. Met een vraag doe je eigenlijk een beroep op iemand en dat doe je makkelijker bij je vrienden dan bijvoorbeeld bij je manager. Daarom pak je het ook iets voorzichtiger aan. De directe vraag Where is the coffee machine? Doe je bijvoorbeeld op de volgende manier in een formele en beleefde verpakking. Could you tell me where the coffee machine is? Een van de eerste verschillen die je misschien opvalt is de zinsopbouw. In de indirecte vraag Could you tell me where the coffee machine is? Is het werkwoord is ineens verplaatst naar het einde van de zin, na het onderwerp. Je kunt dus niet zomaar could you tell me voor een directe vraag zetten en er zo een indirecte vraag van maken. Could you tell me where is the coffee machine? Is alles behalve grammaticaal correct. In voorgaande zin is de oorzaak van de verplaatsing het werkwoord to be. Nu is dat de vorm is, maar dat geldt net zo goed voor de andere vormen am en are. En voor de verleden tijd vormen als was en were. Daarnaast is ook het werkwoord to do een speciaal werkwoord. To do wordt in gewone vragen ontzettend vaak gebruikt als hulpwerkwoord. De zin he works here zet je bijvoorbeeld om in een vraag door een vorm van het werkwoord to do toe te voegen. Does he work here? Als je vervolgens deze directe vraag wilt omzetten in een indirecte vraag, haal je de vorm van to do weer weg. In indirecte vragen maak je namelijk nooit gebruik van het werkwoord to do. Could you tell me, does he work here is dus geen correcte zin. Hoe maak je dan wel een correcte zin? Je kunt een goede zin maken door if te gebruiken in de zin Could you tell me if he works here? En wat handig is, dit trucje kun je direct doortrekken naar elke ja-nee vraag. Wat nu een ja-nee vraag is? Heel simpel, een vraag waar je ja of nee op antwoordt. Luister maar naar deze voorbeelden waarin een directe ja-nee vraag wordt omgezet in een indirecte vraag. Does Nate work here? Do you know if Nate works here? Did Susie buy milk for lunch? Do you have any idea if Susie bought milk for lunch? Voor de oplettende luisteraars, de indirecte vraag bevat in dit geval inderdaad een vorm van to do. In de inleiding van een indirecte vraag, zoals do you know of do you have any idea, kun je namelijk wel gewoon het werkwoord to do gebruiken. Bekijk het zo. De verpakking van een directe vraag staat in dit geval buiten de regels voor to do in indirecte vragen. De voorbeeldzinnen laten direct een verschil zien, wat me leidt tot het volgende punt waarmee je rekening moet houden bij het formuleren van een indirecte vraag. Misschien heb je wel gemerkt dat niet alleen het werkwoord to do uit de zin verdwijnt, maar dat ook de vorm van het hoofdwerkwoord verandert. Let maar op. Does Nate work here? En do you know if Nate works here? In directe vragen, waar do gebruikt wordt, wordt do aangepast aan het onderwerp. Maar omdat je in indirecte vragen geen do meer gebruikt, moet je het hoofdwerkwoord gewoon vervoegen met het onderwerp. Eigenlijk precies zoals je zou verwachten dus.
Nu een vraag. Hoe zou je de volgende zin indirect maken? Can you send me the details before tomorrow? Er zijn twee handige manieren waarmee je een vraagzin met can indirect kunt maken. Dat zijn, would it be possible? Would it be possible for you to send me the details before tomorrow? Is there any chance? Is there any chance you could send me the details before tomorrow? Merk je inmiddels het verschil tussen directe en indirecte vragen? Indirecte vragen klinken een stuk minder bot. Alleen maar door de formulering iets aan te passen. Zo makkelijk kan het dus zijn om indirecte zinnen te maken. Je gaat dan van bot naar beleefd met slechts een paar woorden extra. Met deze podcast heb je de basisregels voor indirecte vragen te pakken en weet je ook hoe de zinstructuur in elkaar zit. Ik herhaal nog één keer de manieren waarop je een directe vraag kunt verpakken die je in deze podcast hebt gehoord. Dit doe ik aan de hand van het eerste voorbeeld van de directe vraag in deze podcast. Where is the coffee machine? Is there any chance you could tell me where the coffee machine is? Do you know where the coffee machine is? Do you have any idea where the coffee machine is? I was wondering if you knew where the coffee machine is. I'd like to know where the coffee machine is. Would it be possible for you to show me the coffee machine? Is there any chance you could tell me where the coffee machine is? Could you tell me where the coffee machine is? Dit waren mijn tips om van directe vragen naar indirecte vragen te gaan. Wil je nu meer weten over het formuleren van Engelse vragen? In de beschrijving van de podcast vind je een link naar een artikel dat de verschillende soorten Engelse vragen nog uitgebreider uitlegt. Daarnaast vind je op het blog van Improve Your Business English ook een hoop informatie en uitleg over andere aspecten van het zakelijk Engels. Vergeet dus niet daar even een kijkje te nemen. Ook deze link vind je in de beschrijving van de podcast. Vergeet je niet te abonneren voor meer tips over zakelijk Engels. See you next time met quick and easy tips for your business English.